Ik lees hier op X van PEC Positief. Het positieve aan de wedstrijd van vandaag was het prachtige doelpunt van Van den Berg, het spandoek voor de grasmeester en het beter wordende spel van El Azouzi. Nou, kun je het daarmee eens zijn? Ja, ik denk dat ik nu met de wedstrijd beter in mijn vel kom te zitten en beter ga spelen. Jullie belonen jezelf niet, dat is dan weer jammer. Ja, ik denk dat je goed op 1-0 voorkomt door een mooie doelpunt van Davy. En ik denk dat wij genoeg kansen hebben gehad om de 2 en 3-0 te maken om de wedstrijd echt af te sluiten. Dat laten we na. En ja, als je niet gaat scoren, dan kan je hem ook tegenkrijgen. En dat gebeurde. Ja, maar jullie begonnen heel goed aan de wedstrijd. Maar de eerste kwartier liepen jullie over Volendam heen. Ja, ik denk dat je in de eerste kwartier genoeg kans had om een doelpunt te maken. Ik denk als de doelpunt zo snel zou vallen, dat het een hele andere wedstrijd was geworden. Ja, en waarom gebeurt dat dan net niet? Ja, waarom gebeurt dat nou net niet? Ik denk dat je daar ook gewoon een klein beetje geluk bij moet hebben, want we speelden wat een goede aanvallen. En dan gaat hij, houdt de keeper hem net goed of gaat hij net langs de paal of tegen de paal. Dus daar komt gewoon een beetje geluk bij kijken, denk ik. Jullie kregen in de eerste helft denk ik wel 7 echte kansen. Ja, ik denk dat we dat ons kunnen verwijderen als ploeg zijnde. Ik denk als je 7 kansen krijgt in de eerste helft, dus er minimaal eentje van kan maken. Dus wij gaan denk ik gewoon weer beelden kijken en kijken wat beter kan. Het balbezit was voor PEC Zwolle. Ja, alles de kansen waren in de meerderheid, noem maar op. En jullie hadden zeker in de eerste helft ook prachtige combinaties. Deze wedstrijd moet je gewoon winnen met 3 punten. Want jullie overheersen en ook vooral door het middenveld. Ik denk dat we vandaag met Davy en Filip een goed voetballende middenveld hadden. En we waren goed afgestemd op elkaar, dus dat was positief, ja. Het is nu mijn derde, vierde basisplaats, nummer 6. Ik heb voorheen altijd centrale verdediger gespeeld. Dus ik denk dat ik met elke wedstrijd ga groeien. Jullie misten vandaag Namli. Ja, dat is zeker een belangrijk speler voor ons. Veel creativiteit, maar ik hoop dat hij snel weer fit is en ons komt helpen. Of jij moet hem vervangen qua creativiteit? Ja, kan wel een beetje, maar Namli is toch wat meer in zich. Hij is ook een buitenspeler. Dus laten we hopen dat hij snel terug is. En voor de rest, we hebben ook goede vervangers voor hem. Dus dat komt allemaal goed. Ja, dan kom je in de tweede helft op voorsprong door die mooie goal, je zei het al. En dan komt toch weer die tegengoal. En jullie vergeten de 2-3-0 te maken. Ja, wat ik u net al zei. Als je hem aan de andere kant niet maakt, dan kan hij bij in de goal vallen. En dat gebeurde. We moeten de beelden terug gaan kijken en kijken wat beter kan. We moeten nog wel meer beelden terugkijken, denk ik. Want er waren ook al 2 afgekeurde goals. Ja, ik vond die laatste goal, als ik het goed zeg. Die afgekeurd werd, was ik net scheids daartoe gelopen. Ik vond dat echt schandalig. Hij vertelde me iets van, omdat zijn speler tegen zijn eigen teamgenoot aankwam, daardoor uit balans was, dat hij kon er niks aan doen. Maar ja, daar hebben wij niet heel veel mee te maken, toch? Dus zoveel regels kan beter gaan ophouden met die VAR. Nee, want ook de VAR, ik weet niet of hij ernaar gekeken heeft, maar die was ook snel uitgekeken. Ik denk dat ze snel weekend wilden hebben, want zondagavond wilden ze nog, ik weet niet wat ze nog wilden gaan doen. Maar ze waren wel niet bezig met voetbal kijken. Ik heb de stand nog niet gezien, maar ik denk dat het nu gewoon belangrijk is dat je zoveel punten moet gaan pakken. En wij horen gewoon in de Eredivisie thuis. Beelden nakijken en focussen op de volgende wedstrijd. Zeker, positiviteit en 100% knallen.